Goedendag. Vandaag gaan we iets nieuws testen op het gebied van waterpijpen. Dat zijn de zogenaamde steentjes. Dit is een whisky smaak. Kan je ze van dichtbij zien. Ja, het lijkt gewoon als een beetje op grind. Er zit de sap doorheen gemengd. En het ruikt echt goed naar whisky. We gaan nu even proberen te roken. Je hebt nodig een vortexbol. Dat is voor de sappen van de steentjes ook daadwerkelijk bij de steentjes te houden. Met een gewoon tabakskopje zou de sappen natuurlijk langs de onderkant eruit komen. Voordat je ze vult, even goed schudden, zodat de sap echt vermengd worden met de steentjes. Het vullen gaat gewoon hetzelfde als tabak. Het is wel iets makkelijker, je hoeft minder uit elkaar te pluizen. In de steentjes komt al genoeg lucht doorheen, dus... Zorg dat het niet boven de rand uitkomt. We hebben er even snel een folietje over gedaan. De glimmende kant van beneden, zodat de warmte goed in het tabakskommetje blijft. Maken we er even wat gaatjes in. Ik doe altijd ongeveer een centimeter tussen de gaatjes. Ondertussen hebben we ook al twee kooltjes aangestoken, zodat die even snel kunnen ontbranden. Zo, dit moet eigenlijk al meer dan voldoende zijn. We gaan hem erop zetten. Kooltjes er even op. Nou, dan zijn we zo bij jullie terug en dan laten we zien hoe die rookt. Nou, de kooltjes liggen erop. We gaan even kijken of die doet. Zoals jullie zien, zijn echt mooie dikke wolken. Mooie dikke rookwolken. De smaak is ook erg goed, je proeft de whisky echt duidelijk. Wat misschien lekker is om een beetje cola te vermengen met water in de vaas bijvoorbeeld. Voor het effect van een whisky cola te krijgen. Of Red Bull als je daarvan houdt. Nou, het is echt een aanrader. Het is ook niet slecht, er zit geen nicotine in of geen teer. Dus het is niet schadelijk voor de gezondheid.